Hoi, lieve de familie. En welkom weer bij deze nieuwe Onne Dinsdag. Hoi, lieve de familie. En welkom weer bij deze nieuwe Onne Dinsdag. Lieve jongens en meisjes, een tijdje geleden heb ik wat dingetjes unboxed van eBay. Het waren allemaal kleertjes, jurkjes, noem het maar op. En ik heb toen beloofd, als jullie dit leuk vinden, dan doe ik het ook een keertje met kleding van AliExpress. Nou, ik heb heel veel dingetjes besteld. Jullie vonden het toen hartstikke leuk, dus ik hoop dat vandaag minstens net zo goed uitpakt. En over uitpakken gesproken, ik heb best wel heel wat items voor jullie in petto vandaag. Dus het wordt een hele spannende aflevering. Dit keer niet alleen maar echt kledingstukken om aan te doen aan je lijf, maar ook aan je voeten. Ik heb in ieder geval jumpsuits, jurkjes, slippers, hakken, van alles gekocht. Om eens even te kijken of AliExpress een site is waar je eventueel leuke kleren kan kopen voor weinig geld. Ik ga maar gewoon beginnen. Ik ga het gewoon één voor één eventjes uitpakken, aantrekken en jullie vertellen wat ik ervan vind. En daarbij zoek ik ook eventjes gelijk op wat de prijs was van het desbetreffende product. Dolly heeft er ook heel veel zin in. Joepie de poepie. Hey! Ik zou zeggen, doe alvast een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Klik erbij ook eventjes de notificatie aan. Dan ben ik er nu wel klaar voor. Ik ga gewoon het eerste product maar eens eventjes uitpakken. Ik heb hier een heel spannend jasje. En deze zag er zo uit. Het is een zomer rave festival kleding holografische woman hoodies outfit van 16 euro en 7 eurocent. Nou, qua kwaliteit is dit het echt bij lange na niet waard. Dat zie ik meteen al aan de afwerking. Tuurlijk is het dun. Maar je ziet gewoon, ja, er had best wel gewoon een wat subtieler ritsje in gemogen. Het ruikt een beetje raar. Ik weet het niet. Het is gewoon op het eerste oogopslag. Als je dan kijkt, dan zie je al meteen, dit is flutwerk. De eerste indruk. Nou, holografisch is die zeker. Hij verandert de tijd van blauw naar roze en weer terug. Dus dat is wel heel erg grappig. Het is wel geinig. Het is echt best wel geinig. Maar ik weet zeker dat hier echt binnen no time een heel groot gat in zit. Omdat het gewoon heel dun is. En een beetje kriebelig zelfs. Ja, ik vind hem gewoon een beetje nogmaals goedkoop ogen. Dit is niet super bijzonder of speciaal. Het is leuk dat hij doorschijnt. Het is leuk dat hij een beetje holografisch is en een beetje qua kleur verandert. Maar daar blijft het ook eigenlijk bij. En het zit trouwens ook helemaal niet lekker. Het is geen spul waar je vrolijk van wordt en waar je de hele dag mee wil lopen op een festival. Dus ik doe hem uit. Weg ermee. Nee, het is me een beetje tegengevallen. Ik pak dit. Het is donkerblauw. Ik weet eerlijk gezegd niet meer precies wat ik in mijn klauwen heb. Het voelt best wel zwaar. Dus dat betekent dat de stof nog best wel, denk ik, van redelijke kwaliteit kan zijn. Hoop ik tenminste. Wat is dit? Is dit een toppie? Hierachter moet je dit zo naar elkaar toe binden. Er valt ook een heel mooi koord uit. Ik ben super benieuwd wat dit allemaal te betekenen heeft. Ziet er zo uit. Heel sexy. Donkerblauw. 12,88 euro. Niet duur voor een tweedelig setje. De broek. Oké, dit is wel echt la cheaps. Super goedkoop. Dit is niet wat je om je kont wil. Kan het zijn dat op het moment dat ik dit aantrek, dat het allemaal wel meevalt. Maar ik ga het maar eens eventjes aantrekken. Oh mijn god. Wat is dit erg? Wat een drama, jongens. Die legging ziet er niet uit. Het is echt vreselijke stof. Echt zo'n zweetstofje. Ik heb hier helemaal niks mee. Vooral die broek vind ik echt heel akelig. Het topje valt nog wel mee, maar het is gewoon heel goedkoop materiaal. Het zit niet lekker. Dit is echt niet hetgene wat ik op het plaatje had gezien. Enige leuke detail vind ik, zeg maar, die strikjes op de achterkant. Maar daar blijft het ook bij. Super lelijk ding. Dit trek ik ook nooit meer aan. Tot nu toe gaat het nog niet heel erg best. Heb ik hier iets heel interessants. Het zijn slippers en ik heb deze besteld omdat ze, ja, hallo, kijk naar ze. Je kan het al een beetje zien. Het is een soort snoek aan je voet. Je tenen komen uit zijn mond. Hoe hilarisch zijn deze dingen? Holy shit. Hoi, lieve van de familie. En welkom weer bij deze nieuwe Onne Dinsdag. Kijk, zijn keelgat, hé. Iedereen loopt tegenwoordig met van die campingslippers, jongens. Met van die streepjes, super saai. Maar op zich, ik snap het wel, want ze zitten hartstikke lekker. Maar deze zijn ook hartstikke dik. Beetje hetzelfde idee, maar dan toch met een veel leuker design. Want wie wil nou niet een rotte vis aan de voet? Twee vissen aan je voeten.
Ik hou daar helemaal niet van om mijn voeten te laten zien, jongens. Maar ik ga het toch doen. Hoe cares dat ik mijn teennagels niet heb geknipt? Hè? Nee, joh! Dit zijn de dingen die ik mee moet nemen als ik een keer ga douchen ergens. Waar je gewoon schimmel kan krijgen. Want erger dan dit kan het toch niet. En ze zitten nog lekker ook. Tenminste, dat was mijn eerste indruk. Nou, ze zitten oprecht lekker. Dit ga ik niet liegen. Ze zitten heel lekker. En ik ga het even van dichtbij laten zien. Dan zien jullie ook de details. Maar die schubben hier zo zitten helemaal erin gegraveerd. Die bek, die kop. Jongens, het is net echt. En dan heb je hier de achtervin. Die loopt lekker met je hieltje mee. Dus ze lopen echt fantastisch. Deze fantastische slippers waren €18,53. Niet spotgoedkoop, maar toch wel heel erg leuk. Heb ik hier een topje. Heel schattig wit dingetje gehaakt. Maar naar dit soort dingen ben ik altijd wel benieuwd. Het ziet er wel heel fragiel uit, maar wel heel gezellig. Bijvoorbeeld voor, ja, boven een kort broekje van spijkerstof. Hoop ik ook dat het past, dus dat ga ik maar eens eventjes uitproberen. Maar ik moet zeggen, de kwaliteit niet heel bijzonder. Het voelt een beetje stroef. Dit topje was €8,14, dus ook niet heel duur. Het ziet er misschien een beetje raar uit zo aan de onderkant, maar ik droeg vandaag dus een jumpsuit en ik heb dus niet echt een normale broek hiervoor. Maar dit valt me dus helemaal niet tegen. Ja, het sluit wel mooier aan dan ik dacht. En ik vind het ook wel een heel leuk dingetje zo met die franjes. Maar ja, hier ben ik best wel blij mee. Zeker als ik zeg maar een kleurtje heb, vind ik wit wel heel erg leuk staan. En dat gehaakte, dat geeft toch wel een beetje, ja, dat boho-achtige ding. En dat vind ik wel tof. Next! Heb ik hier weer een heel leuk jumpsuit. Jumpsuit vind ik altijd spannend, want die zijn toch wel altijd wel heel tof. Of het lijkt altijd toch wel tof uit te komen. Weet ik veel wat ik hiermee wil zeggen, maar in ieder geval een jumpsuit. €13,84. Hier is een fotootje van hoe het hoort. En wij hebben er hier eentje in onze handen. Is een gestreepte jumpsuit. Ik weet niet of... Ja, het zit allemaal aan elkaar. En een beetje kort ook. Ja. Hij is toch een beetje kort. Hoort dat zo? Ik ben benieuwd hoe die zit. Ik ga hem snel verpassen. Oké, dit is de jumpsuit. Ik vind het nog niet echt tegenvallen of zo. Maar ik vraag me af, is dit product nou gewoon niet goed? Of staat mij dit model nou gewoon niet goed? Want ik vind dit er eerlijk gezegd een beetje lomp. En niet zo heel erg mooi uitzien. Ik had hem wel ietsjes mooier verwacht qua pasvorm. Vooral hier zeg maar rondom mijn kruisen, mijn heupen. Maar hier word ik nou niet echt bepaald hitsig van. Ik vind het een beetje tegenvallen, ook aan de achterkant. Het doet niks voor mijn figuur. Gewoon een hele dikke nee. Heb ik nog een tweede paar schoenen. Die zien er zo uit, met een hoge hak. En een beetje sandaalachtig. Wacht, hier heb ik wel eventjes een schaartje voor nodig. En ze waren €19,53. Nou, ze horen heel sexy te zijn. Dus ik ben benieuwd of mij dit enigszins vrouwelijk kan maken vandaag. Dit is zeg maar next level bubbeltjes plastic. Dit geloof je niet. Ik ga het jullie laten zien. Dit is toch fantastisch. Zo wil je toch je pakketje thuis hebben afgeleverd. In een soort van luchtkussen. Ik ga hem straks helemaal molesteren. Maar hier hebben we schoen 1. Hier hebben we schoen nummer 2. Ik ben benieuwd. Oké, het ruikt echt heel erg naar plastic. Maar ze ogen natuurlijk wel wat goedkoop. Een beetje het niveau van de actieschoen. Dan, ja, ruik je ze ook heel heftig. De hak is wel heel zacht. Dus dat vind ik wel fijn. Meestal bij hele goedkope schoenen is de hak echt gewoon massief plastic. En dat loopt niet lekker. Maar het model, heel tof. Echt mijn ding. Dus ik hoop dat ze een beetje goed zitten. En daar ga ik nu even achter komen. Want ik doe ze eventjes snel aan. Ik heb de schoenen aangetrokken. En het valt me echt niet tegen. Ze zitten echt best wel lekker. Het is best wel... Ik vind het model ook heel erg mooi. Hier ben ik heel erg blij mee. Dit zijn zeker wel schoentjes die ik zou dragen onder een jurkje bij. Bijvoorbeeld iets chiques. Want ik draag niet zoveel hakken. Alleen als het echt moet. Maar hier ben ik echt oprecht wel door verrast. Heel erg tof. Heb ik hier een jurkje. Heel schattig jurkje. €9,60. Met een soort boho printje. Multicolor. Vrouwenkleding vintage. 2018 print jurken. Strandjurk. €9,60. Zo hoort hij eruit te zien.
Ik ben hartstikke benieuwd. De eerste indruk valt niet tegen, want het stofje is best wel zacht. Dit voelt helemaal niet zo goedkoop aan. En natuurlijk de vorige keer met eBay had ik een keertje dat die print die erop zat super dik was. Echt bijna tentstof dik. Deze is heel subtiel. Hij voelt ook hartstikke zacht aan. Het is ook gewoon heel bewegelijk en flexibel. Ik denk dat deze nog wel eens heel erg leuk kan zijn. Nou, deze is wel redelijk naar verwachting. Dit vind ik er echt heel erg leuk uitzien. Lekker speels en zomers. En ik vind die print heel leuk. Dit is een jurkje. Die hou ik in mijn kast. Hij zit mooi. Voor dat geld valt het mij echt niet tegen. Ik vind dit hartstikke leuk. Echt top. Ja, dan is het alweer tijd voor het allerlaatste item. En dat is ook weer een jumpsuit. Deze, hij was 15,02 euro. En vooral naar deze ben ik heel erg benieuwd, omdat hij ook flared is. Ik hou heel erg van flared. Ik vind dat altijd wel wat hebben. Naar dit item in het bijzonder ben ik heel erg nieuwsgierig. Oké, dit is bijvoorbeeld de achterkant. Ik kan me niet voorstellen dat mijn kont hier heel mooi in uitkomt. Leuk detail hier, de rits. Er zit zo'n mooie ring aan vast. Dat vind ik altijd wel lachen. Mijn eerste indruk is niet best. Maar laat hem eventjes passen. Wie weet valt het allemaal wel mee. Ik weet niet zo goed wat ik hiervan moet vinden. Want het zit natuurlijk niet heel erg mooi hier zo rond dit gebied. Het idee is leuk. Stel dat er een duurdere variant is. Die ook echt mooi zit en mooi van stof is. Want de stof is ook echt wel van lage kwaliteit. Laat dan even onder in de reactie achter. Want deze vind ik wel heel tof. Als die lang genoeg zou zijn, goed van kwaliteit. En als die gewoon mooi aan mijn lichaam zou passen. Maar ja, dit staat gewoon niet. Wel veel tegenvallers hoor. Jammer. Lieve jongens en meisjes, dit waren alweer de items van AliExpress. Ik heb genoten. Er zaten leuke dingen bij, minder leuke dingen bij. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk om deze video te maken. En vond jij het nou leuk om hier naar te kijken? Doe dan vooral even een hele dikke duim omhoog. En laat even weten onderin een reactie waarvan ik de volgende keer een shoplog moet doen. Of waarvan ik de volgende keer kleding wil kopen. Waarvan jij wil weten of de kwaliteit een beetje oké is. Abonneer op mijn kanaal. Klik erbij eventjes het notificatiebelletje aan. En stel in dat je mijn video's wil ontvangen in je subbox. Doe dat. Dan zie ik jullie natuurlijk aankomende vrijdag weer met de gloednieuwe Leuk of Meuk. Dus hopelijk tot dan. Mwah. Dikke kus. Toedeledokie. Dikke doei. Tot de volgende keer. Dag.